Sinds kort heeft Uithorens zijn eigen speciaal bier. Twee soorten, gebrouwen in een klein schuurtje in Meidrecht. Wat je hier ziet is een grote brouwketel waar we op dit moment een bierbeslag aan het maken zijn. En dat houdt in dat we water met gerst vermengd hebben. Ja, dat is eigenlijk de eerste stap in het hele brouwproces. Het hele proces duurt zo tussen 5 en 8 weken. Net een beetje wat voor type bier we aan het maken zijn. De bierbrouwerij brouwt de Uithorens blond en dubbel, exclusief voor Albert Heijn Jos van den Berg in Uithoren. En dat is geen onbekend terrein voor de brouwerij. Ons eigen bier, spierbier, dat staat in de schappen. En toen ik dat ging brengen, toen begonnen ze eigenlijk vrijwel direct al over hun eigen huismerk, de Uithoren, waarvan ze een wijn hebben. En omdat wij brouwerij zijn, hebben ze ons gevraagd om voor hen twee bieren te ontwikkelen. Met de Uithorens wijnen zijn we zo'n 4 jaar geleden zijn we gestart. En dat is echt heel erg succesvol gebleken. De vraag naar speciaal bieren is echt onwijs toegenomen de laatste tijd. Dat zie je ook in het schap van Albert Heijn. Dat is erg uitgebreid. Dus wij dachten, gaan we daar een eigen invulling aan geven. En dat hebben we nu gedaan met de Uithorens bieren. Door de bijzondere mix van ingrediënten hebben de Uithorens biertjes een kenmerkende smaak gekregen. De reacties zijn erg lovend. Met name op het gebied van de smaak krijg ik echt heel veel leuke reacties op. En de verkoopcijfers, ik hoef je geen aantallen te noemen, maar het gaat echt heel erg goed. En ik heb zojuist contact gehad met de mannen dat de tweede lichting gebrouwen mag gaan worden. De vraag neemt nog steeds gigantisch toe, zonder dat we eigenlijk heel erg actief aan marketing doen. Dus dat zegt maar weer hoe in trek dat speciaal bier is momenteel. Nu is de Uithorens alleen nog te verkrijgen bij de Albert Heijn. Maar er zijn plannen om het bier binnenkort ook te schenken bij horecagelegenheden in Uithorens.